Ik ben bang voor de dood. Ik ben benieuwd of dat normaal is en wat ik er tegen kan doen. De mens is de enige soort die zich bewust is van je eigen sterfelijkheid? Nee, ik, ik was er als kind wel wat vaker bang voor. Maar ik heb al een aantal near-death experiences gehad: dat het echt nippertje-nippertje was. Um, en het is al twee keer echt bijna, bijna, bijna. Ja, ik zou bijna zeggen: dus moeder natuur, twee keer bijna gelukt. Als je heel medisch kijkt naar. Geboren worden en doodgaan, ons lichaam is er ook letterlijk op gebouwd. dat we op een duur komen te overlijden. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur. en je voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, huisenspee. en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. en deze week hebben we weer een vraag van jullie gekregen. en die luidt als volgt: Ik ben bang voor de dood. Ik ben benieuwd of dat normaal is en wat ik er tegen kan doen. Ja, nou, normaal is het in ieder geval wel. Wat is normaal? De, om bang voor de dood te zijn, denk ik. Ja. Want je hebt natuurlijk um, de mens is de enige soort die zich bewust is van je eigen sterfelijkheid. Ik denk als je er lang genoeg over nadenkt dat bij iedereen, dat dus je dan af en toe wel kan denken van oeh, dat zit me niet helemaal lekker. Oh, ja, interessant. Dus, dus een chimpansee die. Is zich niet helemaal bewust van dat hij op een dag komt overlijden. Die leeft zijn leven alsof het zijn laatste dag is. Ja, ja. Dus ik, 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 ik denk een chimpansee ook. Ik ben het niet nagevraagd wel. natuurlijk, maar. <laughs> nee, en een chimpansee die lijkt misschien qua verwantschap nog relatief veel op de mens. Maar volgens mij is de mens echt de enige soort die daar uh, bewust van is. En zijn we dus van die, uh, van die uitspraken van. nou, dat dus je maar van twee dingen in het leven uh, echt zeker bent. En dat is als je geboren bent en als je doodgaat. En de derde, hè? <laughs> dat je belasting moet betalen. Dat is ook een zekerheid. Dat is ook een zekerheid, inderdaad. Want, want angst voor de dood, is dat iets wat jij regelmatig tegenkomt in de praktijk? Niet zozeer dat er echt direct mensen komen van: hé, hey, ik ben bang voor de dood en daarom ga ik in psychologische behandeling. Maar het is natuurlijk wel heel vaak dat dat er gewoon onderliggend is. En dat het wel iets is wat in het klachtenbeeld uh, voortkomt. Oké. Okay. Dus vaak bij. Uh, Stel je voor dat je bijvoorbeeld een paniekstoornis hebt, eh, vaak mensen met een paniekstoornis die interpreteren, ik zeg maar, lichamelijke sensaties, catastrofaal. Mm -hmm. Dus stel je voor dat je eh, uit het niks eh, heftige hartkloppingen krijgt, dan kunnen mensen bang zijn voor een hartaanval. Ja. En ja, waarom ben je bang voor een hartaanval? Omdat je natuurlijk aan een hartaanval kan overlijden. Mm. En, en zijn ze dan bang voor het overlijden? Of dat dat allemaal gebeurt? Of waar zijn ze dan precies bang voor? Want Volgens mij een paniekaanval is dat je echt specifiek bang bent om dood te gaan. Op een bepaalde manier, toch? Ja, alleen vaak zit dat niet helemaal direct in het bewustzijn. Dus vaak heb je dat mensen uh, gewoon heel erg bang zijn voor die lichamelijke klachten. En pas als je doorgaat, vraag van, hé, hey, waarom ben je daar bang voor? Ja, dan, 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 dat voelt gewoon niet fijn. Oké, okay, maar waar komt de angst dan vandaan? Want hè, soms kan je ook hartkloppingen hebben en dat je denkt van, hé, hey, uh, irritant of heel vervelend. Maar dan ga je vervolgens weer verder. Ja, precies. Dus echt het verschil met een paniekstoornis in dit geval, is dat um, de lichamelijke sensaties, ja, die zijn voor iedereen heel vervelend en lastig te verdragen. Maar bij een paniekstoornis, dan is het dusdanig vervelend dat er ook nog een hele lading angst overheen komt. En in dit geval van een paniekaanval, is dat heel vaak uh, angst voor een hartaanval, angst om flauw te vallen. Nou, in theorie ga je daar natuurlijk niet dood aan. Um, of pijn op de borst, uh, angst om te stikken. Ah ja, ja. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken, wel met het thema overlijden, waarin het overlijden dan denk ik eigenlijk het ultieme controleverlies is, of het the worst case scenario op het moment dat je inderdaad stikt. Ja, 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 want dat is toch wel interessant, want, want wat jij dus eigenlijk zegt is dat angst voor de dood eigenlijk iets is wat vaak in het palet dat iemand met zich meedraagt onder psychische klachten vaak ook onder andere met zich meedraagt, maar het is niet Zozeer een, 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 een probleem waar mensen voor naar jou komen en zeggen van hé, hey, ik ben bang voor de dood. Ik wil hier behandeling voor, toch? Ja, dus het is iets. Ja, precies. Het is iets wat um, mensen vaak wel wat um, ja, eigenlijk latent aanwezig is. Dus een soort van uh, sluimerend onder de oppervlakte kan dat aanwezig zijn. Um, maar um, en je hebt ook een officiële term voor de angst voor de dood. Op het moment dat dat wel helemaal op de voorgrond staat... dan noem je dat thanatofobie. Ah ja. Het is ook, wordt ook een beetje Grieks geschreven... vind ik zelf, met th en dan... Ja, dat komt volgens mij door die theta aan het begin. Dat is, dat is de, in het Griekse de t en de h gecombineerd. Ja, jij hebt ook Grieks gehad natuurlijk. Ja, wel maar drie, drie jaar. Jaartjes. Ja, ik heb het ook drie jaar gehad. Ja. Ik heb vooral uh, mijn tijd... Uh, ja, hoe zou ik het kunnen noemen? Geïnvesteerd, laat ik het even zo zeggen... aan zes jaar Latijn. Maar die th, die theta... dat is inderdaad thanatofobie. Dus ja. daarom zeg je het ook een beetje raar, hè? Die... Ja, het, het voelt als een uh, gek woord, inderdaad. Ja. Maar ja, dat zegt eigenlijk ook, als het een Grieks woord is, dat dat in de oudheid dat dat dus ook al waarschijnlijk een angst was. Ja. En in die zin is het ook wel een, 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 een licht reële angst, want kijk, we gaan allemaal dood. Kijk, ja. soms heb je zoiets van dat mensen bang zijn om bijvoorbeeld um, flauw te vallen of dat er uh, voor spinnenfobie... Um, en dan denk je van, oh kijk, de kans dat je flauw valt als je dat nog nooit hebt meegemaakt. Die kans is vaak niet zo groot op het moment dat je duizelig bent of licht in je hoofd bent. Mm -hmm. Omdat je dan juist een stuk gespannener wordt door die angst. En daardoor um, verhoogt je bloeddruk juist. Terwijl voor een uh, flauwvaller moet je bloeddruk verlagen. Ja. Dus als je heel erg gespannen bent, dan is de kans dat je flauw valt dus niet zo groot. Dat is eerder iets wat gebeurt op het moment dat je heel lang niet eet en heel veel hitte... Ervaart en misschien heel lang op je benen staat... of uh, misschien heel snel opstaat... dat die bloeddruk kan dalen en dat dus je daardoor flauw valt. Ja, precies. Dus vaak is dat een irreële angst. Uh, maar in het geval van doodgaan... Ja, dat is helaas iets wat we allemaal vroeg of laat meemaken. Ja, en als je kijkt naar angst voor doodgaan... bij wie, wie kom je dat meer tegen? Hoe is, hoe, uh, is dat iets meer voor kinderen? Of hebben ouderen dat wat meer? Of hoe, uh... Ja, ik behandel zelf geen kinderen. Je hebt natuurlijk wel dat kinderen... Als ik kijk naar hoe ik zelf als kind was, dat je wel volgens mij van die fases, dat dan uh, kinderen als ze gaan slapen, dat ze dat heel eng vinden, omdat ze dan niet begrijpen dat je dan, hè, als het allemaal donker is en dat je sla slaapt, als je die controle opgeeft, dat je de volgende dag weer wakker wordt. Ja. Dus volgens mij heb je wel van die uh, angsten voor kinderen, maar dat hoort heel erg bij de ja, bepaalde fases van de ontwikkeling. Um, maar veel vaker kom je eigenlijk tegen dat. Um, dat de angst voor de dood eigenlijk... Het is dus iets wat sluimerend voor sommige mensen aanwezig kan zijn. Of voor veel mensen, denk ik zelfs. Um, maar dat wordt eigenlijk pas geactiveerd als je geconfronteerd wordt met de dood. Of bijna geconfronteerd. Dus wat ik vaak zie bij cliënten. Kijk, op het moment dat cliënten bijvoorbeeld een, uh, een uh, medische ziekte hebben. Of een ernstige medische ziekte. En daarvoor als kind bijvoorbeeld heel vaak in het ziekenhuis hebben gelegen. Mm -hmm. Of heel vaak dat bijvoorbeeld. Op het moment dat je oorpijnen hebt, dat het een teken kan zijn van iets ernstigs. He, dus kinderen die heel veel in het ziekenhuis hebben gelegen, daarbij wordt het dus al best wel vroeg in het leven geactiveerd. Omdat je als jong kind dus al heel vaak naar het ziekenhuis moet gaan. Je ouders zijn angstig, die passen met alles extra op. Um, omdat het in sommige ziektebeelden kan dat gewoon heel gevaarlijk kan zijn. Ja, dus je hebt eigenlijk, dat zijn dus kinderen waarbij de amygdala dus op jonge leeftijd eigenlijk getraind is om bij bepaalde triggers eigenlijk vol op rood te gaan staan. Dus, dus, dus vol te denken van... hé, hey, dit is misschien gevaar. Als jij vaak ja. in het ziekenhuis hebt gelegen... en je hebt een klacht volwassen leeftijd... en dan gaat jouw hele ja, amygdala... je zenuwstelsel gaat eigenlijk op rood staan... van hé, hey, dit klopt niet. Ja. En, en, en je zegt dus eigenlijk dat mensen... die dus dit soort ervaringen hebben gehad... waarbij, ziekte, tussen de, waarbij, waarbij de draad tussen ziekte en leven... eigenlijk heel dun was... of leven en dood heel dun was... Ja. dat bij hun eigenlijk dat angstsysteem... aangescherpt is... Ja, dus als je op hele jonge leeftijd al geconfronteerd wordt met het idee van, hé, hey, de kans dat jij overlijdt of dat bij jou eh, dat je een ziekte hebt die best wel ernstig is. Eh, of die potentieel levensgevaarlijk is, dan wordt het op jonge leeftijd, dan kan dat al geactiveerd worden, die angst voor de dood. En dat kan je dan vervolgens later in je leven ook meenemen bij eh, relatief onschuldige dingen, zoals bijvoorbeeld een lift of eh, dat je ook sneller bang bent om te stikken of dat soort zaken. Maar bij de meeste mensen dan wordt eigenlijk de angst voor de dood... die wordt eigenlijk pas geactiveerd rond middelbare leeftijd... op het moment dat je ook veel mensen in je omgeving... Um, ook heftige ziektebeelden kunt ontwikkelen. Ja. Zoals bijvoorbeeld kanker of hart- en vaatziekten. Echt um, ja, levensbedreigende ziektebeelden... waaraan je kan overlijden. Ja. Dat begint vaak pas rond middelbare leeftijd. Dus daar is de piek vaak uh, wat hoger... Terwijl je juist ziet bij echt de hele oudere mensen, um, dat die dan vaak een soort van acceptatie hebben. Ik heb ook een tijdje in een um, verzorgingshuis gewerkt en in de geriatrische revalidatieafdeling. Zeg met uh, nou, 80-plussers. Mm -hmm. en, um, en daar gingen regelmatig ook mensen dan op de afdeling dood. En je zag daar eigenlijk, ik heb wel eens ook gewoon gevraagd van, uh, of mensen daar bang voor waren. Omdat ik gewoon heel benieuwd was, omdat ja, mij lijkt het best wel eng. Dus ik was benieuwd van, oh, maar voor mij is nog, als het goed is, duurt het nog heel lang. Yeah. Um, en, en hoe dat voor hen was, omdat de dood een stuk dichterbij was. Maar heel veel uh, ouderen die gaven gewoon aan van, hey, ik heb een mooi leven gehad. Het is wel goed geweest. Die zijn gewoon moe. Die ja. zijn een beetje moe. Die zijn een beetje op. <laughs> en die denken, ik heb een lang leven gehad. He, op het moment dat er nog kinderen of kleinkinderen zijn en daar hebben ze goed en actief contact mee. He, dan, dan staan ze misschien iets anders in. Maar sommigen zijn ook gewoon wat eenzamer alleen en ja, die hebben pijntjes en kwaaltjes. Ja. En die hebben gewoon een lang leven gehad. Die zijn vrienden verloren. En die denken van nou, het is mooi geweest. Ja, je merkt ook vaak dat de motivatie om niet te overlijden, om het even zo te noemen, om, om zeg mijn leven te blijven, dat ligt vaak bij de kleinkinderen of bij de kinderen die zij nog willen blijven zien. En wat je ook heel vaak hoort is van hé, hey, mijn kind die is in verwachting of die krijgt binnenkort kinderen en die wil ik heel graag nog blijven zien. Dus zij, ze, ze leggen eigenlijk de focus of de motivatie om te blijven leven vaak buiten zichzelf. Het is niet ja. dat ze zelf denken: Nou, ik heb nog echt ontzettend veel zin om. Ik uh, bijna zeggen, de Mount Everest te lopen. Maar dat gaat heel vaak niet als je daar op dat bed ligt. Maar ik heb nog ontzettend veel zin om. Italiaans te leren, ja, of naar Parijs een, te gaan. Precies, of een ooievaarsnest te beschouwen, waarvan er een aantal zijn in Nederland, ik noem maar wat. Maar dat, dat, dat ligt dus vaak buiten, buiten hunzelf inderdaad. En ik ben dan ook nieuwsgierig, hè? Want we merken het zelf ook, wij geven natuurlijk het kerntraject... waarin we dus kijken bij langdurige klachten waar die vandaan kunnen komen en waarom die onderhouden worden vanuit je kern, dus vanuit je verleden, waarom je brein dat doet. Wat, wat zou er gebeurd kunnen zijn? Uh, want je zei net al inderdaad kinderen die dus te maken hebben met ziekte, maar is er ook iets is, het, is heeft dat altijd te maken met de dood of kan dat ook iets compleet anders zijn? Zou het ook kunnen zijn als je ouders scheiden dat je dan zoiets krijgt? Um... Maak je dat niet zo vaak mee? En... Die uh, specifiek bij het scheiden maak je niet zo heel vaak mee. Maar kijk, uiteindelijk is de dood. dat is een soort van ultiem controleverlies. Dus in die zin, kijk, op het moment dat jij als kind heel vaak ziek bent geweest. of je ouders zijn heel erg angstig. dan heb je al van, te, van tevoren meegekregen van. Uh, ik heb op jonge leeftijd al meegekregen van. hé, hey, je moet heel erg oppassen. Want zeker dat er iets gebeurt, dan kan er iets heel ergs gebeuren. En op het moment dat je ouders heel erg angstig aangelegd zijn. of misschien dat je ouders wel. Een trauma hebben meegemaakt. Hè? Op het moment stel je voor dat je als kind. en je hoort wel eens dat um, als je als kind bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking hebt gehad. of dat je als uh, in de kraamperiode. als kind um, nou, een acute situatie hebt gehad. dan kan dat zo chockerend zijn voor de ouders. dat die dan vervolgens de rest van je leven heel erg bang blijven. Uh, dat je iets overkomt, omdat dat dus in die kraamperiode heel reëel was en heel acuut was. Ja. En je hebt daar gewoon heel weinig grip op. Of als bijvoorbeeld ouders uh, zelf mensen hebben verloren of heel plots mensen zijn verloren, Hè, stel je voor dat er iemand in je omgeving, um, ja, heel plots overlijdt, dat hij uit het niks een hartaanval krijgt of dat iemand uit het niks verdrinkt of dat iemand uit het niks een autoongeluk krijgt, ja. Hè, dan is dat idee van hey, het leven kan opeens over zijn, dat wordt dan echt, uh, die, dat wordt dan eigenlijk diep geworteld. De onvoorspelbaarheid. Precies, en dat kan bij jezelf natuurlijk zijn. Um, dat, jij die in, dat jij die dingen hebt meegemaakt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je ouders die dingen hebben meegemaakt. En dat ze dat dan meenemen in je opvoeding. En dat je dan eigenlijk een aangeleerde respons als kind krijgt van: hé, hey, ik moet heel erg oppassen. Want het kan zomaar misgaan. Terwijl je ja. misschien zelf die ervaring nog niet eens direct hebt. Ja. En, um, en in die zin is de dood, hè, wat je vaker ziet, is dat dat een vorm van ultieme controleverlies is. Ja, ook als wij gaan uh, filosoferen over de dood. Ik weet niet of jij daar bang voor bent? Nee, nee ik, ik was er als kind wel wat vaker bang voor. Maar <clears throat> ik heb al een aantal near-death experiences gehad... dat het echt nippertje nippertje was. Dus uit zee moeten worden gered of uh, in een of andere storm, ook in de zee. Dus ik heb niet zo'n goede associatie met de zee. Um, en het is al twee keer echt bijna, bijna, bijna. Ja, ik zou bijna zeggen. Het is moeder natuur, twee keer bijna gelukt. Maar op een of andere manier ben ik er toch uitgekomen met heel veel geluk. En sindsdien besef ik ook van ja, kijk, weet je, het had zo voorbij kunnen zijn. En, en, en geniet van het leven dat je nog hebt. Want het kan zo voorbij zijn. Ja. Dus zo kijk ik ernaar maar ik ben er niet bang voor. Ja. Want eindstand, ik heb al twee uh, jokers gekregen. En, uh, en ja, daar ga ik van genieten. Dus dat is een beetje. Mijn kijk, maar misschien dat voordat dat gebeurde, ik er misschien wel wat meer bang voor was. Dus voor mij waren die events echt voor me een soort van. de traumatiserend. Hey, ja, een soort van exposure. Want ik zag echt, ik, ik, ik ging ook koker zien op dat moment toen ik vast zat in de zee met Code Rood. Uh, alles werd mij zwart, alles ging heel snel. En ik, ik zag het voorbij flitsen, als het ware. Ja. En, en, en dat was voor mij een moment dat ik dacht van: wow, dit kan echt zo snel gaan. Want dat is ook wel heel bijzonder en, en ook wel een interessant punt. Vakantie. Het klinkt zo onschuldig, maar mijn, al mijn. Ja, het zijn er drie. Uh, mijn bijna doodservaringen waren op vakantie. Je bent roekeloos, je denkt van: oh, lekker vakantie, lekker relax, ik ga even lekker bijkomen. <tiek> en ja, dan kom ik in de buurt van de zee of in de zee, en dan uh, loopt het helemaal uit de hand, uh, toevallig. Maar vakantie is best wel een, een gevaarlijke. Ja, kan best gevaarlijk ook zijn. Ik wil mensen die bang maken. Nee, je wil niet de amygdala van mensen triggeren die nee. misschien juist behoefte hebben aan vakantie. Maar ja. ik, ik snap wel wat je be bedoelt. <coughs> want um, ik heb ook, uh, twee keer ben ik echt heel ziek geweest. Dat was ook op vakantie. Eén ja. keertje omdat ik dengue had. Dat is een uh, knokkelkoorts Met een, uh, ja, in mijn geval dan een heel intens ziektebeeld. Waarin ik ook gewoon aan het creperen was in Indonesië. En dat ik dacht van, nou, als het nu voorbij is dan. Verbaas me dat niks. En de andere ja. keer was ik in Mexico, toen ik helemaal uitgedroogd was door alle parasieten ja. en uh, bacteriën. En dat ik twaalf dagen lang niet kon eten. En al mijn water niet hield. Ja, als je benieuwd bent naar dit verhaal... Uh, we hebben hem op onze Instagram uh, geplaatst, op hetchristenijsja. En daar, daar hebben we ook een foto van jou geplaatst... hoe uitgemerkt jij eruit zag. Ja, dat is uh. zo'n bruin kleurtje, maar dan <laughs> verder zo'n skelet. En dan in ja. mijn haar zo'n vogelnest. En dan zie je om mijn bed heen iets van tien flesjes elektrolyt. Nou, dan... tien. Ik, uh, volgens mij ben ik echt vijf of tien keer per dag... naar de supermarkt gegaan voor jou. Ja. Om jou in leven te houden. Omdat ik bang was dat je anders in het ziekenhuis... Uh, Misschien een infectie zou krijgen van het ziekenhuis zelf. Ja. Omdat de hygiëne niet zo best was in West-Mexico. Maar, ja. maar, maar toch wel bijzonder, hè, wat je ook zegt. Hè. De, bijvoorbeeld knokkelkoers. Dat is iets dat komt door de dengue-mug. Ja. De tijgermug ja, inderdaad. de, de dengue-virus inderdaad. Want ik kan dus chikungunya hebben en dengue. En jij had dengue. En dengue is zeg maar de. Ik, toen ik op Curaçao zat, waren heel veel mensen met dengue. Want volgens mij was toen ook de tijgermug actief. Om het even zo te noemen. En de dengue-variant was een maand. Was, was heel lang en de chikungunya was wat korter. Ja. Maar jij hebt dus echt die, die lange variant te pakken gehad. Ja, ik heb toen gehad dat ik, uh, ik en mijn moeder hadden het allebei. En mijn broertje gelukkig, of mijn broer gelukkig niet. Maar die was toen, uh, ik denk dat hij 16 was en ik was 14 En mijn moeder, uh, nou, dik in de 50. En hij moest dus voor ons gaan zorgen als, uh, als tiener om ons een beetje in leven te houden. En uh, wat er toen gebeurde is dat ik enorme koorts had... en ik was ontzettend aan het hallucineren non-stop. Ik kreeg geen eten binnen en mijn hele evenwichtsorgaan was aangetast. Mijn tong was helemaal nou, knalwit, van begin tot eind, boven, onder. Overal had ik bloeduitstortingen in mijn, uh, in mijn benen. en Ik wist nog dat ik af en toe heel misselijk werd. Dan wilde ik naar de toilet gaan. Alleen ik kon niet lopen omdat um, dat mijn evenwichtsorgaan zo aangetast was... Dat het, het, gewoon een beetje het gevoel van wat je bij hele dronken mensen wel ziet. Dat ze enorm aan het zwalken zijn. Dus ik moest echt via de muren moest ik, um, naar de toilet gaan. En hoe lang duurde dit? Uh, dit heeft heel lang geduurd. Dit was een, ik denk een week of anderhalve week extreem acuut. En daarna um, heb ik er ook nog wel langer last van gehad. Ja, want het heeft ook impact op je geheugen, toch? Ja, ik, uh, ik, ik, ik snap niet die eerste paar maanden. Ik had uh, nou, in uh, neuropsychologische termen ik had zowel retrograde als anterograde amnesie. En dat is een chique term. Maar <laughs> ja. Dat is um, op het moment dat er een event plaatsvindt. En vaak is dat bij een ongeluk of een CVA of hè, een, een acuut event. Ja. Ja. We hebben dat belletje niet meer. Hè? Eigenlijk moet ik dat belletje weer op tafel gaan leggen. Ja, ik zie hem liggen, maar hè, ik, we blijven even ja, zitten denken. We ik. gaan hem uh, voor de volgende keer weer erbij doen. Ja, ga verder. Maar het is dus eigenlijk twee typen geheugenverlies op het moment dat er zo'n event is. Um, of je hebt dat je vanaf het moment dat het event heeft plaatsgevonden, dat je vanaf dat moment geen nieuwe herinneringen tijdelijk of chronisch kan aanmaken. Mm -hmm. Of je hebt dat de periode voordat het event heeft plaatsgevonden, dat je daarin geen nieuwe herinnering kan aanmaken. Dus bij mij ook, ik kwam op een gegeven moment terug van die reis uit Indonesië. En mensen vroegen: hoe goed was je vakantie? En ik dacht echt van: ja. <laughs> ik weet dat ik er ben geweest, maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik heb gedaan of waar ik ben geweest. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk allemaal weggezakt en ik kwam weg pas na maanden weer terug. En uh, ik had toen ook een tijd lang uh, dat ik op school dat ik minder hoefde te komen. Ik werkte in de horeca. Nou, ik ging mensen drankjes bezorgen en ik zag op mijn briefje zag ik tafel 17 en IJS in een cola. En ik stond voor die mensen en ik dacht... Huh? Ben ik hier geweest? Heb ik dit opgenomen? Ja. Dus ik weet nog dat ik die drankjes zo neerzette en dat ik dan echt wacht op een reactie: van dit is niet van ons. Omdat ja. ik gewoon geen, het klikte gewoon allemaal niet in mijn hoofd. En toch de toetsen die ik moest maken had een toets En ik dacht van. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Hé? Ik snap hier niks van. Wie had ooit gedacht dat dat meisje aan tafel... Je, je zou maar aan tafel zitten en denken van nou... Dat wordt helemaal niks met dit meisje. En <laughs> ja. ja, het meisje haalt even magna cum laude op uh, in Cambridge. Dus uh, dat is nog goed gekomen uiteindelijk. Long story ja. short. Ja, tijdelijk uh, ja. Ben ik, uh, ja, uh, heb ik niks van de wereld begrepen. Ja, en, en, en ook wel een, een, ja, mooi, een, een, een mooi meemaakmoment om het even zo te noemen. Um, dat je ook heel erg goed kunt inbeelden hoe mensen met dementie of beginnende dementie, ligt eraan welke variant, hoe frustrerend het voor hun is dat zij merken dat hun geheugen niet meer doet. Je ziet dat de ene groep, de mensen, die worden daar helemaal gek van. Die denken ja. echt van, wat is dit? En de andere groep, die merkt daar niks van. Die hebben er minder last van. Maar dat heb jij dus in levende wijze kunnen meemaken. Ja, het was echt, ik, ik werd er zo dom van. Ik weet, nog dat, um, ik weet ook nog dat ik naar school reed en ik reed naar school. Ik uh, fietste naar school uh, en het regende, dus ik had een paraplu en ik vergat gewoon naar de weg te, keken, te kijken. En er was dus een auto die geparkeerd was op het fietspad. Maar ik vergat eigenlijk gewoon om eens in de zoveel tijd die paraplu wat minder achter te houden. Dus ik ben vol met mijn hoofd door die achteruit heen gegaan. Oh. Omdat ik gewoon uh, eigenlijk ja, als een kip zonder kop aan het fietsen was. Ja. En uh, toen heb ik, toevallig waren dat vrienden van ons. Dus dat uh, konden we allemaal goed regelen. Die waren super lief. Maar gewoon dat je dan later denkt: dat mijn moeder denkt van, hoe kan je nou achterop een auto fietsen? Ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Ja. Ik was het even vergeten. Dat ja. Ik moest zo... op. Ja, ja. Nou, laten, laten, laten ja. we terug naar uh, de angst voor de dood. Maar ja. wat dus wel grappig is, in, in die zin ook de, de, met de ervaringen dan, uh, hè, dat, dat het echt slechter met je gaat. Mijn eigen ervaring is dus ook dat op het moment dat je dus super ziek bent of dat, het, dat je echt aan het kwakkelen bent met je gezondheid, dat eigenlijk je hele. Nou, je bent op dat moment niet bang. Je bent eigenlijk gewoon een beetje aan het overleven. en ik zou het juist eerder beschrijven met een soort van: ja, ik wil dat dit voorbij is en wat meer onverschilligheid. Ja. Het is niet dat je dan op dat moment, dat als je echt daadwerkelijk, um, nou ja, laten we zeggen dat je vier fases tot, van gezond tot dood gaan hebt. Als je daadwerkelijk in fase twee of in drie zit, uh, dan, dan, dan is dat niet enorm beangstigend of iets. Ja, ik vind ook een mooi voorbeeld als je heel erg misselijk bent. En dat is iedereen wel eens. En op dat moment heb je wel eens. Als je bijvoorbeeld een buikgriep hebt, een aantal dagen, dat je een aantal dagen de hele dag misselijk bent, en dat in Mexico, want ik was ook slachtoffer van die parasiet, dat je dan op een uur denkt, als het nu gebeurt, ja, dan is dat maar zo. Dan ben je er niet echt bang voor. Terwijl als je je goed voelt, dan is het een ander verhaal. Ja. Dus ik vond het ook wel heel interessant, bijvoorbeeld, ook als je kijkt, um, als je heel medisch kijkt naar geboren worden en doodgaan. Ons lichaam is er ook letterlijk op gebouwd dat we op een uur komen te overlijden. En ja, natuurlijk bij een natuurlijke dood. Bij een niet-natuurlijke dood is natuurlijk een ander verhaal. Daar zijn we niet op gebouwd. Maar als je kijkt ook bijvoorbeeld wat, wat mij ook opviel: ik heb best wel veel terminale patiënten ook gezien binnen de huisartsenpraktijk. En je ziet ook heel fascinerend bij die mensen dat hun lichaam hen ook inleidt richting de dood. Dus ik denk ook dat heel veel mensen denken dat de dood een heel pijnlijk en heel, heel vervelend en heftig beeld is. Maar. Eigenlijk is dat helemaal niet zo. Je ziet bijvoorbeeld dat zo'n iemand, die is daarop voorbereid, die weet van, hé, hey, ik heb uitgezijde kanker, ik heb dit of ik heb dat, ik kom te overlijden. Dus ze vinden een soort van acceptatie slash rust. Op en toe krijgen ze minder honger en minder dorst, waardoor je in een soort van ketose stand terechtkomt, omdat je dus geen, je hebt, je hebt geen glucose, je hebt geen koolhydraten, je neemt niks meer in, dus mm -hmm. je droogt uit. En je merkt ook dat die mensen dan vervolgens ook wat sufferen worden, wat slaperiger, wat moe worden de hele tijd de hele dag aan het slapen zijn. Het is best wel best wel vervelend voor de omstanders, althans de familieleden, want die moeten soms gewoon urenlang dan wachten. En dan is hun familie de hele dag aan het slapen. Dan worden ze even wakker, kunnen ze even contact hebben. En eindstand vallen de meeste mensen bij zoiets gewoon rustig slapend uh, komen ze te overlijden. Dus het is een best wel mooi proces hoe dat dan gaat. En en de verhalen waarschijnlijk die, die wij kennen, van dat je als je komt overlijden, dat het altijd stikken is. Of altijd ineens dood of ineens heel veel pijn op de borst en, en weet ik het wat allemaal. En heel ziek en op de IC en bam, klaar. Dat, dat, komt, dat komt veel minder vaak voor. Het is meestal best wel natuurlijk, best wel sluimerend. Ja. En ons lichaam bereidt ons daar echt op voor, zo'n beetje. Dus dat is ook om, om de mensen die thuis zitten die bang zijn voor de dood. Als de tijd is gekomen en dat, dit geldt voor de natuurlijke variant... Dan, dan helpt je lichaam je daar ook bij. Het is echt niet dat die mensen helemaal van slag zijn. Het is meestal dat die mensen ook denken van... ja, mijn tijd is gekomen, ik heb een toptijd gehad en het is prima zo. Maar goed, het is een ander verhaal. Natuurlijk, als je 30 bent, kanker hebt... ja, dan is die tijd niet gekomen. Dan, 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 dan voelt het toch wel meer als een gemis. En je ziet ook vaak bij mensen met kanker bijvoorbeeld... dat die wel bang zijn voor de dood. Terwijl mensen van 80 die komen te overlijden ik heb volgens mij nog nooit iemand meegemaakt die zei van ik ben echt bang voor de dood. die vonden het allemaal prima. ja. dus daar zit toch wel een heel groot verschil. dat is vaker omdat kanker dan op jongere leeftijd plaatsvindt op middelbare leeftijd of nog zelfs jonger. kan, maar ja ook op oudere leeftijd heb je ze natuurlijk ook. en dan ja. nemen mensen daar toch wel wat meer vrede mee. dus dat dat leeftijdsverschil. De oudere mensen hebben echt veel minder last van dan mensen die wat jonger zijn. ja, ja. en ik denk ook als ik jou zou horen hè, dat uh, gewoon He, de, de angst voor, aan de ene kant kan natuurlijk de angst voor de dood zijn, he, heel letterlijk het event van het doodgaan. Mm -hmm. um, maar het is eigenlijk nog veel meer een spirituele of een existentiële vraag uh, die daarnaast nog ligt. Want in die zin, op het moment dat je uh, overlijdt, he, wat speelt daarna? Wat is daarna? En ik kan me voorstellen dat als je heel erg uh, gelovig bent, als je heel, uh, bijvoorbeeld heel christelijk bent, en dat je gelooft dat je daarna naar de hemel gaat op het moment dat jij. Uh, Goed, je best hebt gedaan uh, ja, tijdens je tijd uh, op, op de aarde, mm -hmm. op deze planeet, dan, uh, dan voelt dat misschien ook veel meer, meer als een beloning. En dan ja. kan het ook, hè, dan, dan hoef je niet bang te zijn voor wat er hierna gebeurt, want dan ga je naar de hemel. Ja, dus... En dat is eigenlijk waar je nog liever wil zijn dan, uh, dan op deze aarde, waar uh, toch wel moeilijke en pijnlijke momenten zijn in uh, ieders leven. En ik, ik denk dat dat het ook is. Maar op het moment dat je misschien niet gelovig bent, of als je ook, uh, ook niet spiritueel bijvoorbeeld bent, dan denk je van, ja, maar wat, wat, wat is dat dan na het leven? Ja. En dat je dan eigenlijk heel erg bang bent om kwijt te raken wat je nu hebt. En dat dat juist hetgeen is wat de dood zo angstig maakt. Toch wel weer die onvoorspelbaarheid, toch? Ja, het is on onvoorspelbaarheid of het verlies van wat je nu hebt, hè, wat je ook heel vaak merkt als mensen mentale klachten hebben. Dan, dan, dan dan wil je eigenlijk weer terug naar je oude ik. Dus je wilt eigenlijk dat je denkt zo van hé, hey, hoe, hoe het eerst was, dat vond ik fijn, dat vond ik prima. Daar was ik op ingesteld. En nu met deze klachten, of nu ik dit stukje gezondheid, mentaal, fysiek uh, aan het verliezen ben of verloren ben, ik wil weer terug naar hoe het was. Ja. En als je dat wat verder uitstrekt, als je dus naar de dood gaat of naar het maals... Hey, we weten eigenlijk helemaal niet wat voor iets dat is. Ja. Uh, mits je niet gelovig bent. Ja, precies. precies. En, en dat is ook natuurlijk met veel meer dingen. Hè? Geloof is eigenlijk een best wel mooi iets hè. Dus bijvoorbeeld, je wordt eigenlijk een soort van gedwongen om soms even te mediteren. Mm -hmm. Althans, ik zie het als mediteren. Zij zien het als bidden. Dat is ongeveer hetzelfde natuurlijk. Maar dat is toch wel. Het, ik denk dat een geloof best wel goed is voor de mentale gezondheid. Ook omdat je heel vaak als er iets gebeurt, je legt de oorzaak niet bij jezelf. Het is niet jouw schuld. Het is mogen God. Uh, het, het zo bepaald hebben, snap je? Ja. Dus ik denk dat dat geloof ook bij sommige mensen ook wel heel erg een hele mooie aanvulling kan zijn. En zelfs therapeutisch zou kunnen helpen. En hetzelfde met uh, angst voor dood. Ja, weet je, dan kom je in de hemel als je goede daden hebt verricht op aarde. ja, ja dat is helemaal niet zo. Uh, voelt dan helemaal niet meer zo als een lijdenslast, denk ik. Nee, en, en en precies wat je zegt. Want de dood is dan eigenlijk het ultieme controleverlies. Want niemand hier op aarde kan zeggen wat er na de dood gebeurt. Ja. Behalve dan die mensen die terugkomen van de dood. Maar ja, die zijn dan maar heel kort dood geweest. Dus hoe betrouwbaar dat is, weten we natuurlijk ook niet. Ja, um, maar dat is een soort van ultiem controleverlies. Maar op het moment dat je dus heel erg gelovig bent. of ook, ook zoals een hele spirituele hoek. dan, dan dat helpt dat je heel erg bij het accepteren en het loslaten. Dus dat is eigenlijk als die, in die zin uh, tegengif voor angst voor de dood. Natuurlijke act. Ja. En, 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 en stel je voor dat uh, voor de mensen die thuis zitten, hè? want als we terugkomen op de vraag, ik ben benieuwd of dat normaal is en wat kan ik er tegen doen. Nou, het eerste antwoord hebben we eigenlijk al gegeven. Het is normaal. Het komt best wel veel voor bij mensen. Ja. Um, maar wat zou je eraan kunnen doen? Stel je voor, er komt iemand bij jou en die zegt van, hé, hey, ik ben bang voor de boot, dood. Wat, wat zou de eerste behandeling zijn die je zou kunnen doen? Um, ik, heb niet, uh, ik zou niet 1, 2, 3 gelijk een behandeling inschieten. ik zou eerst heel erg goed willen begrijpen waar die angst van de dood vandaan komt. Want op het moment dat die angst voor de dood een stuk forser is dan dat je zou verwachten... Hè, als je kijkt naar andere cliënten of als je kijkt naar jezelf of hè, naar wie dan ook... dan zou ik heel erg benieuwd zijn hey, van... hé, hey, wat maakt nou bij jou dat die angst voor de dood zo erg op de voorgrond staat? En ik zou dan heel erg gaan graven en heel erg gaan zoeken van... hé, hey, wat heb je allemaal meegemaakt in je leven, baby? Dat dus een... Aanraking gekomen met de dood of met vreselijke ziektes. Of heb je mensen verloren in je omgeving... Eh, waardoor je daar heel erg mee geconfronteerd zit. Zit er een traumatische component in... waardoor je meer hè, dat event zou willen verwerken. Hè? Als even, je hebt zelf in het ziekenhuis gelegen of je bent een keertje bijna dood gegaan. Of je hebt gezien dat iemand in je omgeving acuut of plots dood is gegaan. Mm -hmm. hè, dan zou je wat meer denken aan traumagerichte technieken. Op het moment dat um, je voor dat je moeder op jonge leeftijd is overleden... Dan, uh, en er is dit nog um, onverwerkte rouw... dan zou je eigenlijk daar meer ruimte en aandacht voor willen geven. En <tie> het kan soms ook zelf zo zijn. Kijk, ik heb ook um, één keer in het jaar... heb ik een dag of twee dat ik opeens bang ben voor de dood. Dat is vaak als ik een, uh, als ik een boek lees... waarin dan um, een, een romantisch boek, een roman of um, nou, gewoon mooie boeken... En dat daarin dus een personage doodgaat, of dat hij wat filosofischer is of wat dan ook. En dan denk ik van, oh ja, ik ga ook dood op een dag. Dan wordt het weer even geheractiveerd, die latente, sluimerende angst, waar ik ja. eigenlijk in het dagelijks leven niet mee bezig ben. Maar eens in de zoveel tijd, dan word ik me daar weer even bewust van en besef ik dat weer. En kijk, op het moment dat ik, op, het moment dat, ik, um, op dat moment, die angst voor de dood geheractiveerd wordt. En ik zou daar elke dag weer mee bezig zijn. Dat ik denk van, oh nee. Ik ga inderdaad dood. Oh nee. En, uh, en, en straks ga ik nog eerder dood als ik uh, stomme dingen doe. Of als ik gevaarlijke dingen doe, of in mijn geval als ik in de auto ga en uh, gek ga doen op de snelweg. Hè, dus dan, en dan kan je dan dat allemaal gaan vermijden. En doordat je de, dingen gaat vermijden, dan heractiveer je eigenlijk die angst voor de dood. Dus hoe meer ik ermee bezig ben en hoe meer ik eraan denk, hoe meer je ook die angst telkens maar weer kan heractiveren en ook al verstevigen. Dus ja. soms kunnen zelfs de gedachtenprocessen. En het gedrag dat je vertoont, die kunnen ook maken dat die angst in stand gehouden blijft. En dan ja. zou je eigenlijk veel meer denken aan uh, dat gaan doorbreken. Van, hey, waar ben je ja. nou eigenlijk daadwerkelijk bang voor? Dat je ook wat meer gaat kijken van hé, hey, hoe realistisch is dat? En dat je uiteindelijk zou ik ook met zo iemand ernaartoe willen werken. Van hé, hey, dat je doodgaat, ja, dat is een gegeven. Helaas uh, kan ik niet dat voor je wegmaken. Um, maar uh, wat betekent dat eigenlijk voor? de tijd die je wel hebt, hè? Ja. En op het moment dat je misschien vijf jaar hebt of tien jaar hebt of je hebt nog uh, zestig jaar hè, gemiddeld gezien, uh, dan ga je, even, dan wil je eigenlijk veel meer gaan naar een waardig gericht leven. Van, hey, maar uh, het, hetzelfde met C. Voor je bent bang om, um, mijn moeder die is nu zeventig, uh, uh, dus je kan denken van, ook oh, ik ben heel ja. erg bang dat zij komt te overlijden. Daar ben ik ook wel bang voor als ik daar heel erg over na ga denken. Mm -hmm. En dan kan je denken van, oh, als hij, for, zij, voor voor wordt ik zie haar één keer per jaar en ze wordt 80, dan zie ik haar nog maar tien keer in mijn leven. Maar als je daar bewust van bent, dan kan dat ook een teken zijn van, hé, hey, je moeder is super belangrijk voor je. In plaats van één keer per jaar je zien, waarom zie je er niet elke week? Dan heb je opeens 50 keer, tien jaar, zie je er nog 500 keer. Ja. Yeah. Dus op het moment dat je ergens bang voor bent, dan kan dat ook een reden zijn om je leven te herevalueren. Wat is belangrijk voor me, of wie is belangrijk voor me, en hoe kan ik zorgen dat ik mijn leven daar meer op ga instellen? Ah ja, dus je hebt, uh, je hebt, invloed, je hebt degelijk invloed op het proces, en je kan dan inderdaad het beste ervan maken door haar vaker te gaan zien in jouw geval. Ja, en ik Tot zie haar wel dan... vaker dan één keer per jaar, ja, maar ja, het is ja. gewoon even hypothetisch genoemd. Dat kan gewoon heel belangrijk zijn, en dat hoorde ik ook in jouw verhaal terug, toen je het had over je bijna dood ervan. dat je denkt van: hé. Hey, je kan doodgaan, laten we er maar het beste van maken. Ja. Dat is dus ook heel erg van. Hey, de, niemand kan gaan ontkennen dat je niet doodgaat, dat kan helaas niet. Nee, precies. Niemand heeft die toverstaf. Um, maar je kan wel kijken van hey, wat is belangrijk voor jou en waar leef jij voor? En op het moment dat jij zegt van hey, mijn gezin is heel erg belangrijk voor me. En uh, dingen goed doen voor anderen is heel erg belangrijk voor me. En als je kijkt naar je weekendeling en je bent alleen maar aan het werk en je haalt er geen voldoening uit. En dan gaat er eigenlijk iets mis en dan kan je dus ook de keuze maken van hey, wil ik of dingen erbij gaan doen die me wel meer opleveren of ga ik meer quality time in mijn gezin steken. Je ja. kan heel veel keuzes maken ja. op basis van in dit geval de angst. Maar ja, wat jij dus eigenlijk zegt, je wilt, je wilt eigenlijk ook vaak, vaak, waar we het ook vaak over hebben bijvoorbeeld bij het kentraject, een behandeling begint pas bij begrip en bij bewustzijn. Ja. Als je ergens niet bewust van bent of ergens niet weet wat de oorzaak is, dan kan je er nooit vol voor gaan. En, en dat is toch wel interessant. Dus, dus stel, je voor dat je, stel je voor dat je thuis zit met langdurige angsten... langdurige onbegrepen klachten, hetzij mentaal, hetzij fysiek... Eh, dan zou je eventueel kunnen rondkijken op onze website... op www.christenijsje.nl slash kerntraject. En het kerntraject is eigenlijk een traject waarin we dus... in plaats van symptoomgericht naar jouw klachten kijken... kijken vanuit jouw kern. Van wat maakt nou dat jouw brein op dit moment deze klachten in stand houdt... of genereert op dit moment. Want eindstand een, een heel belangrijk besef is bijna alle klachten... of de meeste klachten die we hebben... die komen vaak vanuit het brein. Ons brein... daar zitten de lampjes van de dashboard van de auto eigenlijk. Die geven het lampje af van... hé, hey, ik heb pijn. En in een bepaald geval... is dat door echt weefselschade... door ziekte, door wat dan ook. En in een ander geval... is dat gewoon doordat het brein het onderhoudt. En... Angst voor de dood, dat is vaak ook natuurlijk, dat komt vanuit het brein. Amygdala nou, heeft een grote rol, centraal zenuwstelsel heeft een grote rol. Dus uh, in het kentje kijken we dus vanuit die kern, vanuit je brein, vanuit je verleden, wat de reden is dat jij nu zo bang bent. Of waarom jij nu bijvoorbeeld heel veel last hebt van bepaalde klachten. En uh, ja, het kan heel helpend zijn. We hebben aardig wat mensen mee kunnen helpen. Dus uh, mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk dan vooral op onze website. Even terugkomend op de vraag, wat kan deze persoon er tegen doen? Je hebt net natuurlijk het een en ander verteld, maar het klinkt heel erg als die persoon moet echt bij jou komen om dat zelf te kunnen repareren, om het even zo te noemen. In deze zin de podcast misschien nog een keertje luisteren. Ja. Want ik denk, het begint allemaal bij een begrip. Hè? Op het moment dat je je angst in de ogen kijkt, dan merk je ook vaak dat de lading er vanaf gaat. Ja. Dus probeer je bij jezelf te kijken van, hé, hey, waarom ben ik bang voor de dood? En probeer er van een afstandje naar te kijken. He, dus ja. in plaats van dat je fuseert met je klachten, dat je denkt van oh, die angst voor de dood die neemt je over en die beheerst je helemaal. Probeer die angst als het ware een soort van uh, uitje te trekken en misschien op een stoel te zetten of op je schouder te zetten. Of ja. wat uh, een beetje afstand van te creëren. En dan nieuwsgierig te zijn van hé, hey, maar waarom heb ik dat eigenlijk? Ja. ja. Ja, en is dit dan ook gelijk de tip van de week? Of heb je nog kan je er nog eentje toveren uit je onzichtbare hoed? Nou, dit was wel de tip van de week. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we hadden hem niet ingeïntroduceerd, maar, maar. Maar je kan, je kan bijvoorbeeld ook een lijstje maken. Met bijvoorbeeld dat je kijkt van: hé, hey, die angst voor de dood, als je dat gaat onderzoeken. Van hé, hey, uh, schrijf uh, vijf mogelijke oorzaken op waarom jij denkt dat je bang voor de dood bent. Eh, wat ja. heb jij allemaal meegemaakt? Of desnoods, wat hebben je ouders meegemaakt? Waardoor die angst van de dood bij jou veel sterker is dan bij een vriend of een vriendin? Ja, ja. Nou, vind ik een hele goede tip van de week. Dus inderdaad, onderzoek waar het vandaan komt. Schrijf vijf mogelijke oorzaken waarom jouw amygdala eigenlijk telkens in brand staat. En dan kan je jezelf vervolgens afvragen, is dat realistisch of niet? Ja, ja. ja Dus oké. Okay. Nou, ik vind dat een hele mooie en, tip van de week. En schrijf dan ook gelijk hè, vijf dingen op die voor jou belangrijk zijn... en kijk of je daar in je dagelijkse leven iets meer aandacht aan kan geven. Hè. Wat kan je veranderen in je dagelijkse leven... zodat de tijd die je hebt, dat die waardevoller is... En dat is denk ik ook het uh, contra-intuitieve aan de angst voor de dood. Want de angst voor de dood, die kan je verlammen, waardoor je niet het maximale uit je leven haalt. Door de angst mm. voor de dood blijf je binnen, ga je misschien terugtrekken, ben je bang om dingen te gaan doen. En vervolgens, de vraag is, word je daar gelukkiger van? Ik vermoed van niet, want de dingen die je misschien juist leuk vindt, zoals weet ik veel, dansen of naar een theater gaan, die ga je misschien niet doen, omdat he, je, voor dat je op de fiets uh, een ongeluk krijgt. Ja, precies. En ja, bij thanatofobie, die mensen die gaan dus ook echt niet meer naar plekken waar dat mogelijk is. Dus bijvoorbeeld ziekenhuizen, die vermijden ze volgens mij verpleeghuizen. En, en een gevaarlijke situatie, daar gaan ze gewoon niet meer naartoe. Dus ja, daar word je hartstikke ongelukkig van. Ja. Dus als je dat herkent thuis, zoek hulp of uh, neem even contact op met ons. Of kijk op onze website voor het kerntraject. Ik zou zeggen ja, volgens mij hebben we de vraag beantwoord. Dan uh, zou ik zeggen bedankt voor je aanwezigheid weer Aisha. Jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. En voor de luisteraar thuis, vond je dit een interessante aflevering? Laat het dan vooral even weten in de reacties. Uh, geef ons ook wat sterretjes. Kijk eventjes wat je ervan vond. En afhankelijk daarvan kun je dus een beoordeling geven. Dat helpt ons met onze missie om Nederland mentaal sterker te maken. En we merken ook de laatste tijd dat er ook een aantal fans van ons... onze podcast delen op hun social media. Dat, dat vinden we ontzettend tof. Uh, dat je, 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 we hebben nog genoeg plekken voor ambassadeurschap binnen onze podcast. Dus wil jij onze podcast ondersteunen en wil je ervoor zorgen dat deze podcast eigenlijk gedeeld wordt met andere mensen die dit ook echt nodig hebben, deel dan vooral ook deze podcast met je vrienden, familie of bijvoorbeeld op je social media, want dat helpt ons enorm. Ik zou voor nu zeggen, tot de volgende week. Tot de volgende week. Ja, deze stoel was vreselijk man. Ja, klopt. Dat was een abrupt einde, want ik zat helemaal in mijn verhaal met dat? Tot de volgende week. Oké. Okay. Zo. Hoe is dat voor jou? Ik vond het wel prima. Prima toch? Ja. Ik ik wel weer heel erg herkenbaar. Ja toch? Ja. As usual. Zelf bijzonder echt.